Hey, een hele goede middag en welkom terug bij een nieuwe dagelijkse vlog. Ik loop hier nou door Borgerswolde heen, vlakbij de camping hierachter. Maar ik zag hier net een konijntje aan deze kant van de weg, daar zo lopen. Dus ik pak mijn camera en blijft hij mooi zitten. Dus ik loop een stapje die kant op, rent hij deze kant op, blijft hij hier op het gras zitten, zand zitten. Dus ik wijs de camera naar hem toe, niks aan de hand. Zodra ik een knopje opnemen indruk, boem, rent hij weg. Dus ik heb hem dus niet op film, wat jammer is. Dat vind ik zo jammer. Dat vind ik jammer. Nou ja. In ieder geval verder door richting, geen idee, huis. Denk het wel. Dus ik was gisteren... Hé, een mier. Piuw, 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 piuw. Weg mier. Dus ik was in ieder geval de vlog aan het renderen op de nieuwe computer. En wow, wat een verschil. Normaal doet een vlog van mij, plus meer, ik ga altijd van 10 minuten uit ongeveer. Van ongeveer... anderhalf uur à 2 uur over om te renderen. Die computer had hem volledig klaar in 25 minuten. Volledig. Dus dat is echt ongelooflijk snel. Een hele verbetering. Dat is echt een hele verbetering. Wow, wow, wow. Nou, ik pak nou in ieder geval even de circulaire polarisatiefilter. Want het is wel aardig... Shit, hij flikkert de verkeerde kant. Het is wel aardig zonnig, dus dat gaan we even doen. Kan ik je meteen even laten zien hoe dat lijkt. Geen idee waar die lamzak heen wil. Dus ik doe hem er nou even voor, dan kun je in ieder geval zien... hoe dat lijkt. Oké, de f**k. Nou, daar komt ie. Sta even die kant op, ik doe hem nou voor. Even kijken hoor. Zo. Het is niet veel verschil, maar het is in ieder geval een beetje gezonder. Met. Dus ik draai hem er even op. Zo, dit is de polarisatie op het slechtste. Als ik hem dan draai, dan moet je goed opletten. Zie je dat? Zo hoort hij te zijn met polarisatie beste. Kijk naar de lucht. Zonder. Met. De bomen. Zonder. Met. Zonder. Met. Zo laat ik hem staan. Zo is hij het allerbeste. Weet je hoe erg de zon dan niet terugziet als verbetering. Dus nou kan ik deze kap er ook weer voor zetten. Shit. Ik heb zo'n gevoel dat hij me de lens nou meeneemt. Ik laat hem zo meteen nog even een keertje zien. Als ik een betere plek vind. Met de wolken er goed in. Dus dan krijg je een veel betere view. Misschien nog even op het water als het lukt. Heb je die mier weer? Vlieg... Hey, dat was hem. I believe I can stop neer. Dag, dag. Mier gommel. Kijk, ik ben al bij het water. En dan zul je in ieder geval zien dat het polarisatiefilter heel erg helpt tegen weerlicht. Van op het water. Dit is het slechtste. Dan geef ik hem een zwiep. En nou werkt hij op het beste. Zie je het verschil tussen de bomen? Slechtste. Even doordraaien. Beste, hoe blauw dat water nu lijkt en op zijn best. Hij had alle reflecterende licht had hij weg van alles eigenlijk. Dus alle reflecterende, hetzelfde als met de wolken nu daar zo. Met, zonder, met. Net als op het water. Met. Zonder. Net. Over hoe goed dat werkt tegen het onnodige licht. Tegen het onnodige licht wat je eigenlijk hebt van de zon. Reflecteer licht, daar haal je ermee uit. En dat werkt heel goed. Zorg ervoor dat de kleuren terugkomen. Werkt gewoon perfect. Als je een camera koopt, ik zeg een polarisatiefilter is altijd goed. Dan moet je wel een goede nemen. Dus dan ben je gauw €24 kwijt voor een filter zoals deze. Dus dat is jammer. Maar... het beeld dat je terugkrijgt is magnifiek. Dat scheelt zoveel met het editen. Echt waar. Zoals je waarschijnlijk al ziet en merkt, is dat een circulaire filter heel erg helpt. Hoe kom je er nog beter achter? Richting een beeldscherm. Een goede circulaire lens, als je die draait, dan wordt alles zwart. Ik kan het misschien wel even laten zien, kijk. Zie je de lens? Ik ga hem draaien.
Zie je dat? Daaraan kun je merken of je een goede circulaire filter hebt of een slechte circulaire filter. Beide van mijn circulaire filters doen dit, zowel voor deze camera als voor de GoPro. Want het is, ja, een Polaroid. En Polaroid maakt hele goede lenzen. Ik heb ND-filters van Polaroid, ik heb circulaire filters, ik heb UV-filters van Polaroid. Het is een goed merk. Ik zou het sowieso aanraden. Ze zijn niet de duurste. Ze zijn ongeveer rond de €24. Circulaire PL. Circulaire polarisatiefilters. Het is eentje die je rond kan draaien, dus daar moet je goed naar kijken. Ze zijn wat dikker dan andere. Er zitten meerdere ringetjes op, omdat je hem dan kan draaien natuurlijk. Als je geen kan vinden en of weet, laat dan even weten beneden. Dan zorg ik dat ik even samen met jou kijk. Want ik weet wel een paar sites waar ze wel te koop zijn. Dus dat doen we dan samen even. Dat is geen enkel probleem. Als je überhaupt wel één wil. Niet iedereen die wil één. Waarom niet? Omdat niet iedereen er baat bij heeft en niet iedereen het snapt wat je moet doen. Het is niet simpel. Je moet alleen draaien en kijken wat jij het mooiste vindt aan het beeld. Net als wat ik liet zien met de schittering op het water en de kleur van de blauwe lucht en de wolken die er dan inkomen. Daarom heb ik een polarisatiefilter. Want de kleuren komen veel beter naar buiten met. Het is echt een aanrader. Ik ga nog even verder spelen. Blacklight. Alhoewel ik hem op die andere computer op low settings heb. Alles zo low mogelijk, zo laag mogelijk. En dan stottert hij nog. En heb ik voor mij 24 à 12 frames per seconde. En hier heb ik alles op high staan. En ik heb 60 frames plus. Dus ja, dat is een hele goede laptop. Net als met het editen. Werkt prima. Ik ruim deze nog even op. Anders is hij straks helemaal smerig. En dan moet ik hem vorige keer schoonmaken. En daar heb ik geen zin in. Je moet lenzen. Lenzen van camera's en lenzen van filters en al die dingen moet je altijd goed schoon houden. Want anders kun je dat terugzien later in je video. En dat heb je liever niet. En je hebt zelfs bij sommige camera's de kans dat hij dan focust. Focust als je hem autofocus hebt. Automatisch focust op het stof dat op de lens zit. Dat heb ik ook wel eens gehad met deze camera. Dat zijn alleen de camera's die ook goed macro kunnen. En deze kan ook heel goed macro. Kijk maar als ik hem ergens heel dichtbij hou. Hier, ik heb hem zelfs tegen de lens aan nu. En dan focust hij. Dus dat is een macro lens. Ik ruim deze even op. Zo, ik ben nog even bezig met de vlog aan het editen. En voor de rest heb ik eigenlijk niet echt super veel wat gedaan. Ik ben een beetje met de laptop bezig geweest. Een beetje dingen installeren en rondkijken en zo. Dus daar ga ik ook nog eventjes mee verder. Morgen misschien ook nog wel even. En donderdag sowieso. En donderdag wordt een shitdag, zeggen ze. Dus ik zal wel zien, morgen even werken van 9 tot 5. Dus ik ben er waarschijnlijk 's avonds pas met een vlog. Dus ik hoop jullie in principe morgen weer te zien. Morgenavond met een nieuwe vlog. Dus ik zou zeggen, jongens, hou je taai en blijf aan het lachen. Deze vlog is nu over en uit. Tot morgen. Aloha.